gehaktballetje met de sprout. In Japan eten wij niet zo vaak in de sprout. Ja, eigenlijk bijna nooit. Maar in Nederland eten wij heel vaak. En ik vind dit heerlijk. En ik dacht het, nou, interessant recept. Beetje in de fusion Japans en Nederland. Dit is de sprout. Ik snij in kruis. Ik doe nog een keer. En dit kruisje, dit helpt om snel gaar te koken. Dus korte kookentijd voor de sprouwtje. Ik ga nu de ui fruiten. Nou, dit is heel kleine stukken gesneden. Nou, haal ik een pan. Ui in de pan. Even een uitje fruiten. Dat gaat even afkoelen. Ik ga nu gehakt mengen, ontbijtspek gesneden, paneermeel, merk en een beetje zout. En peper, klein beetje nootmuskaat als je wil. Met mijn hand mengen. De gefruite ui. En nog verder mengen. Dit is een sprout, gekookt, gaar. Doe ik even bloemen in. Meng de sprout met de bloemen. Die bloemen straks helpt plakken. Gehakt mix op de sprouten. Nou, ik ga nu in een bolletje maken. Op je hand. Zo plakken en iets dunne rondvormen. Zo. En dan plaats de sprout in het midden. En de hand zo even vouwen. En met hulp van een andere vinger maak zo de bolletje dicht en maak het rond. En dit is de bolletje. Ik ga nu de bolletjes in de pan zetten. Nou, dit is mooi bruine kleuren. Ik ga bolletjes in een half snijden, dus kan ook leuk het binnenkant van de spruit zien. Dat is de bolletje met spruit. Ja, je kan ook in een hele bolle serveren, maar ik vind dat leuk om half te doen, dus kan ook binnen zien. Dit is de gehaktballen met de sprouten. Jij kan ook een dipsaus maken. Nou, dat is heel simpel. Ketchup mengen met mayonaise. Alleen mayonaise, mustard, wat je wil. En is ook, die kan gegeten worden, koud en is ook warm. Nou, heerlijk toch? Nou, geniet ervan. Itadakimasu.